Hoe ziet iemand uit Voorschoten er dan uit? Meer dan gemiddeld intelligent. Denkt u? Ja. Sleutelstad is natuurlijk de omroep van Leiden en de regio. Maar laatst vroeg iemand mij, waarom ga je niet eens filmen in die regio? Bij deze vraag, hoe ziet de gemiddelde Voorschotenaar eruit? Voorschotenaren zijn doorgaans redelijk relaxte mensen. Dat klinkt misschien een beetje hoog in de bol. Meer dan gemiddeld intelligent. Denkt u? Ja. Ik denk het tot zekere hoogte wel. Er wonen natuurlijk heel veel mensen hier die aardig wat geld verdienen. Mooie dure huizen van een miljoen hebben. Ja, daar zit toch een bepaald soort gedrag in. Dat is logisch. Soort, hè. Hoe klinkt iemand uit Voorschoten? Klinkt die? Ik zou het niet weten. Geen specifiek geluid. Ja, dat is altijd leuk, hè? Ja, kom uit Voorschoten. Ja, Voorschoten, dat was vroeger zo, geloof ik. Dat zijn de kakkers. Voorschoten, Voorschoten, van alles. Nou, volgens mij hebben ze geen speciaal accent of zo. Er wordt hier meer Engels gesproken in het dorp, omdat we Engelse scholen hebben. The nicest place in Voorschoten, I like de Voorstraat. Ja, yeah, de terrasses, de restaurants en ja, dat is very nice to look at. Yeah. Je houdt van dit dorp. Dat sfeertje hier zo, dat is gewoon. Je komt overal bekenden tegen. Het is prachtig. Want hij staat net te praten met een Voorschotenaar. Die ken ik ook. Hij draait ze op. Hey, dan zeg je allemaal automatisch. Hey, hallo. Hoe is het? Dat is een typische Voorschotens. Ja, dat is wel een beetje Voorschotenachtig. Ja. And what you should know, there is no work here in Voorschoten. Hardly any work. Yeah. So it's a forensic. Village. Everybody goes away during daytime. Nou, Leiden moet gewoon niet te veel over Voorschoten weten, want dan wordt het hier alleen maar drukker. Ik kom net uit van de markt in Leiden. Waar ze zich druk om maken? Oh, vind ik gewoon een moeilijke vraag. Ik geloof niet dat ze zich zo druk maken. Die maken er eigenlijk overal druk om. Hé, ik ga even die koffie terugbrengen. Nieuwe burgemeester. Nou, we hebben er eentje gehad. Daar moeten ze niet aan voldoen, in ieder geval een tijdje terug. Dat was een mevrouw. We hebben een burgemeester gehad. En die heeft mij verweten dat ik haar heb bedreigd. Dus dat vond ik heel vervelend. Dus ik denk dat we een burgemeester moeten hebben die dat niet tegen een van haar burgers zegt. Want het sloeg nergens op. I would say come and see. I mean, the village is nice. Huh? Conclusie. Die Voorschotenaren zijn ook maar net mensen.